Het is prachtig. Hier heb je mijn Amsterdam met de magere brug. En mijn hart begint al sneller te kloppen als ik dit allemaal zie. Even kijken naar de achterkant. Daar is ze! De stilte van Amsterdam. Hij is mooi. Wauw. Ja, hier word je toch wel even stil van. Van deze schoonheid. Het was ook een hele bijzondere periode. Die lockdown, onvergetelijk. Ik ben, ja, kan je dat zeggen, niet het woord blij dat ik het heb meegemaakt, maar het was toch wel mijn Amsterdam van mijn jeugd die ik zag ontstaan. Kinderen die weer op straat speelden. Dit heeft ze allemaal vastgelegd. Dus lieve mensen, als jullie dus, dit krijgen jullie nooit meer te zien, Amsterdam zo. Vergeet niet om dit boek te bestellen, te bekijken en ervan te genieten. Prachtig. Het is zowel de politie als de oude man die loopt, als de vrouw met haar handen omhoog. Black Lives Matters. Alles is opgenomen. Ze heeft een potpourri gedaan van onze stad. En van onze prachtige gebouwen. Met het stoplicht doet het nog steeds. Er zit altijd ook wel een vleugje humor in haar foto's. Het stoplicht wat het nog doet terwijl er niemand is. De politie kijkt omhoog. Wat zou er gebeuren? Alles komt van boven. Ja.